Het eerste lentezonnetje, dat is toch ook heerlijk. Maar we staan helemaal niet in het lentezonnetje, we staan gewoon vol in de winter. En kijk eens, sneeuw en ijs overal en een Fiat 500 op zomerbanden. We gaan eens kijken of het lukt. Nou, we hebben vrijgemaakt. De auto die je ziet, die ken je al wat langer, de Fiat 500. Maar wat er echt nieuw aan is, dat is de twee cilinder onder de kap. En daarom heet hij ook Fiat 500 Twin Air. De modeterm van tegenwoordig is downsizing. Nou, wat houdt dat nou in? Dat je ontzettend terug gaat in de cilinderinhoud. Je stopt er een turbo op en daardoor heb je een auto die toch snel is, maar wel heel zuinig. Nou, hoe doen ze dat bij Fiat? Ze hebben de 1,4 liter viercilinder vervangen door een 0,9 liter grote tweecilinder. Dan hebben ze een turbo opgeschroefd. En anders met speciale technieken is die een stuk zuiniger geworden, maar toch hij levert dezelfde prestaties. Nou, 85 pk op zomerbanden, nou, het gaat echt niet goed. Ik sta gewoon vast. Dit is dus het bewijs, winterbanden zijn ook in Nederland gewoon nodig. Want een voorwielaandrijver op zomerbanden in de sneeuw, het werkt gewoon niet. Wat de Mini bij de compacte auto's is, is de Fiat 500 bij de kleintjes. Fiat 500 is wat duurder dan zijn concurrenten, maar dat is helemaal niet erg, want het verkoopt heel goed. Want gewoon die restwaarde, dat weten we gewoon zeker, over een paar jaar zit dat wel goed. Nou, wat krijg je nou voor het geld? Een autootje wat je helemaal kan customizen zoals jij het wil. Je kan er racestreep op laten zetten, je kan er lichtmetalen velg onder laten zetten. Keus zat, helemaal goed. Ook op de snelweg stuurt de Fiat 500 gewoon best wel makkelijk. Het schakelt lekker simpel. En wat het meeste opvalt, dat hele kleine benzinemotortje, 100 km per uur in zijn vijfde versnelling. En het is eigenlijk best wel stil. Nou, valt me reuze mee. Nou, en binnenin komt het jaren 50 gevoel echt best wel leuk terug. Want het zijn allemaal leuke kleurtjes. Je ziet bijvoorbeeld het dashboard. Het heeft hetzelfde lakkleur als de buitenkant. En het zijn allemaal andere kleurtjes, andere tellers. Het is gewoon heel geinig. De veiligheid zit ook wel goed, want hij heeft 5 sterren gehaald in de Euro NCAP crash test. Nu heeft hij dat onder andere voor elkaar gekregen. Er zitten liefst 7 airbags in. En die 7e, dat is heel speciaal, die zit bij je knieën.